Ik vind het echt superleuk dat we het weer gaan doen. Ik ook. Ik heb er zin in. Ik zie nog een beetje spanning in je gezicht. Ja, ik vind het nog steeds doodeng, Martin. Ja, maar je hebt echt wel een hele fijne collega om mee te babbelen. En het is gewoon leuk om je zo te leren kennen eigenlijk met een microfoon. Hardlopen is meer dan alleen je schoenen aantrekken. Het is emotie. Soms oorlog, soms liefde. Soms teleurstelling en vooral ook trots. In deze podcast, genaamd Liefde voor Lopen, bespreken Roxanne van Runner's World Magazine en ikzelf, Martin van Men's Health, herkenbare thema's rondom hardlopen. Lekker luchtig, lekker makkelijk, maar soms ook diepgaand. Dit is de podcast Liefde voor Lopen. Welkom bij de podcast Liefde voor Lopen. En vandaag hebben we eigenlijk een bijzondere aflevering. Een special, kunnen we wel zeggen. En het is met een thema die misschien net wat zwaarder is dan gemiddeld. Het is dus niet een grappige reeks met stellingenronden. Maar het is best wel een serieus onderwerp. Dus mocht je nou denken van, nou, ik heb even zin in wat luchtigs, dan zou ik misschien terugschakelen naar een van de eerdere afleveringen. Maar vandaag gaan we het hebben over de keerzijde van de medaille. En ook de voor- en nadelen van hardlopen. Ja, een wat serieuzer onderwerp. En we gaan het vandaag voornamelijk hebben over eetproblematiek rondom hardlopen. Of in de hardloopsport. En we hebben vandaag dan Louise Carton hebben gevraagd. En de reden dat we haar hebben uitgenodigd is omdat we een aantal maanden geleden hebben gezien dat zij een bepaald taboe wilde doorbreken. Namelijk het taboe van een eetprobleem hebben in de atletiek of in de sport. En zij heeft daar zelf mee te maken gekregen. Zij heeft een eetprobleem ontwikkeld op het moment dat zij echt op hoog niveau topsport deed. En zij komt daar vandaag over praten. Klinkt heel eerlijk. Ja. En ik ben heel benieuwd. Dus ik zou zeggen, Louise, schuif aan. Ja, ik ben dus Louise. Ik ben ondertussen 25 jaar. Ik ben dus actief als topsporter. En die weg is niet altijd even gemakkelijk geweest. Dus de afgelopen weken is dat een beetje in een stroomversnelling terechtgekomen met onder andere het delen van mijn blog en zo. Want je had een blog geschreven en die is eigenlijk een beetje viral gegaan wel, hè? Dat is wel echt opgepikt en... Precies. En ik had het niet echt verwacht dat er zoveel reactie op zou komen, maar het is wel... Ik was echt verbaasd eigenlijk. Ik heb heel veel persoonlijke reacties ook gekregen en mensen die zelf hun verhaal beginnen delen met mij. En ik vond dat wel heel dubbel, want ik vond het wel op zich moedig van die mensen om er ook vooruit te komen, maar tegelijk vond ik het ook heel pijnlijk om te zien hoeveel mensen dat het eigenlijk bezighoudt en bij hoeveel mensen dat eigenlijk zo'n grote invloed heeft ook op je dagelijks leven en op je sociaal leven. Dus dat is wel vrij intens. Hè? Maar voor de mensen die hem niet gelezen hebben, wat staat er zo eigenlijk in jouw blog? Ik deel eigenlijk mijn persoonlijk verhaal over hoe dat een bepaalde obsessie met gewicht en voeding ervoor gezorgd heeft dat ik in een bepaalde negatieve spiraal terechtkwam. Zowel op vlak van sportieve prestaties, maar vooral ook mentaal. Ik voel mij nu beter en nu achteraf gezien denk ik zelf dat ik in een soort van depressie ben terechtgekomen. En dat kwam eigenlijk allemaal voort uit een bepaalde angst om bij te komen, om er niet goed genoeg uit te zien of niet scherp genoeg te zijn om op hoog niveau te presteren. Ja, want hoe is het ooit ontstaan? Want je hebt eigenlijk dus een eetprobleem gekregen, hè? Terwijl je topsport deed. Ja, inderdaad. Het is moeilijk om te zeggen zo van, dat is het moment waarop ik een eetprobleem had. Want dat begint vrij onschuldig. Ik kreeg een vetmeting en dan zeggen ze oké, dat is je vetpercentage. En ik was daar niet vertrouwd mee. Ik was ook nog maar 18 jaar en ik wist ook niet zo goed wat dat betekende. Maar ik had op een of andere manier het signaal binnengekregen van het kan eigenlijk wel nog wat scherper. Er kan eigenlijk wel nog iets af. En dat heeft zich wel vastgezet in mijn hoofd. En ik ben zelf al beginnen experimenteren met alle informatie die ook circuleert tegenwoordig op internet. En ik verloor altijd maar gewicht, maar dat was eigenlijk altijd spiermassa, dus mijn vetpercentage daalde niet. Ik was daar nog niet echt tevreden mee. Maar goed, op dat moment, ik was jong en ik trainde gewoon en dat ging op zich best wel oké. Maar dan op een zeker moment ben ik beginnen samenwerken met een voedingsdeskundige. En ik volgde dat schema heel strikt op en dat hielp mij wel. Ik recupereerde ook wel beter van mijn trainingen.
Maar het zorgde er ook wel voor dat ik eigenlijk heel snel vetmassa omzette in magere massa, wat op zich natuurlijk voor een sporter wel heel positief is. Ik presteerde op dat moment ook wel goed. Maar een keer dat ik dan een meting had waarin mijn vetpercentage echt wel fel was gedaald, dan had ik voor mezelf precies een nieuwe standaard gezet. En alles die daarboven was, was voor mij niet meer goed genoeg. Het eind was zoeken eigenlijk ook. Ja, en op dat moment leg je ook zelf heel fel de link tussen je laag gewicht en je laag vetpercentage en je goede prestaties op dat moment. Ja. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Want dat bleef niet duur. Nee, je lichaam kan dat niet eeuwig volhouden. Want dacht je dat wel toen je hiermee begon? Hè? Want ik bedoel, op een gegeven moment denk je van, nou, ik ga wat gewicht proberen te verliezen. Nog een beetje. Ja, het is misschien net zoals dat jullie al aanhaalden. Er is nooit echt een eindpunt. Ik dacht altijd zo van, als ik op dat gewicht ben, dan zal ik tevreden zijn met mezelf en dan met mijn lichaam. Dan heb je het ultieme bereikt. Ja. Maar alleen kwam dat moment gewoon nooit. Dat is, je verliest jezelf daar echt wel in. En ik heb ook in 2014 heb ik mijn vader ook verloren. En ik vond daar ook wel een bepaalde houvast in. Dat was iets dat ik heel fel kon controleren. Dus dat is het ook. Als het gaat over een eetstoornis, gaat het ook niet zozeer over wat dat je wel en niet eet. Het gaat ook over wat daaronder ligt. Wat dat er in het privéleven van een persoon speelt. Ik heb ondertussen ook al veel verhalen gehoord van andere mensen. En bijna altijd hoor je zo op de achtergrond wel bepaalde emoties of bepaalde gebeurtenissen in het leven. Die toch wel een trigger zijn voor veel mensen. Dus het is ook een manier om om te gaan soms met moeilijke situaties. Toch ook wel een vorm van controle. Want daar ben ik inderdaad dan ook wel benieuwd naar. Was je voordat die vetmeting, hè, dat geef je net ook aan, op je 18e eigenlijk wel misschien wel de trigger is geweest om het echt om te laten slaan in een eetstoornis. Maar was je daarvoor dan ook wel onzeker over hoe je eruit zag? Of was dat toen helemaal niet aan de orde? Ik was daar eigenlijk nog niet zo heel fel mee bezig. Ik heb thuis ook gewoon altijd meegegeten wat er op tafel kwam. En ik was natuurlijk ook nog in de groei, dus ik kon ook echt wel letterlijk gewoon eten wat ik wou. Maar ik was daar totaal niet mee bezig. Ik was ook niet bezig met de link, zo met mijn prestatie. Ik stond daar niet echt bij stil, ook omdat wij gewoon toen die info ook nog niet kregen. Dus nee, tot dan toe stond ik daar niet echt bij stil. Het is pas daarna dat ik mij dan ook wel begon de vraag te stellen. Ja, wat eet ik nu eigenlijk? En is dat wel aangepast aan mijn trainingen en aan mijn sport? En is dat wel goed genoeg? Was er iemand die dat controleerde, wat jij moest eten? Had je nee. Jou? Ja, en dat is denk ik tegelijk een beetje het probleem met die vetmeting. Ik zeg absoluut niet dat die niet meer mogen worden gedaan. Maar ik denk zeker bij atleten op jonge leeftijd zou die info beter gekaderd moeten worden. Je kunt zeggen van kijk, dat is jouw vetpercentage. Maar je moet dan ook wel de info geven van kijk, je lichaam evolueert gewoon ook nog. Je kunt niet verwachten dat iemand van 18 jaar de samenstelling heeft van iemand van 25 jaar die al jaren op hoog niveau traint. Dus die info moet meegegeven worden. En dan ook gewoon info over voeding. Over van, wat als sporter? Wat is nu belangrijk? Dat wij misschien iets meer aandacht moeten aan besteden dan een niet-sporter bijvoorbeeld. Dat zijn interessante dingen, denk ik, om mee te geven. Dus dat is iets dat we, denk ik, op dat moment wel gemist hebben. Natuurlijk, die vetmeting, dat is niet de oorzaak of zo van dat eetprobleem. Want het was ook echt wel pas later dat dat naar mijn gevoel ook volledig ontspoord is. De laatste 2-3 jaar was wel ernstiger. Maar het is ook een lange tijd dat je dat gewoon zelf ook niet inziet, denk ik, dat het ook niet meer zo onschuldig is. Dat eigenlijk wel dat je wel roofbouw pleegt ook op je lichaam. Ja, en zoals jullie zijn in sociale media, je ziet alle atleten staan zo scherp. Dus je denkt van Het is oké en het moet zo. Ja. Maar het is ook lastig als je krijgt een waarde gekoppeld aan jouw lichaam. En de ene waarde is de andere waarde niet. Zo heb ik vrienden die hebben een vetpercentage van echt onder de 6. Gewoon van nature. Die zijn altijd, zeg maar, super. Hoe zeggen jullie dat in het Vlaams? Je zei het scherp staan. Ah ja, scherp. Ja. Wij noemen dat dan heel droog staan. Mooi, scherp staan. En
dat is voor mij niet haalbaar. Maar zij voelen zich daar compleet comfortabel door. Maar stel je voor, jouw lichaam heeft dus een waarde. En volgens de wetenschappelijke norm kan die nog lager. En misschien zit je dan aan iets te trekken, waardoor jij compleet uit je lichamelijke comfortzone gaat. Waardoor je dus inderdaad ineens roofbouw aan het plegen bent. Omdat je lichaam dat helemaal niet gewend is. En dat vind ik dus zo jammer, dat als er een waarde aan iets wordt gekoppeld, terwijl het een lichaam is. Ik snap dat er altijd marges overblijven, maar het is best wel kwalijk dat je ineens denkt van shit, ik ben nog niet perfect. Ik kan nog sneller lopen, want mijn waardes kloppen nog niet. En vandaar is denk ik echt belangrijk dat alle info op zo'n moment ook wordt gedeeld met de sporters. Want zeker... Zelfs die metingen, daar zit ook wel wat speling op. Dus laat bijvoorbeeld een vetmeting doen via een DEXA-scan op de ene plaats en laat dat doen op een andere plaats. En daar zit al een verschil op. Ja. Dus zo relatief zijn al die cijfers. Dus vandaar dat je alleen naar mijn mening ook wel heel voorzichtig mee moet zijn. Plus wat je ook aanhaalt is, elk lichaam is gewoon anders. Dus het vetpercentage waar ik op zat op een zeker moment... Er kunnen perfect heel veel atleten zijn die zich daar heel goed bij voelen. Hè. En als ik ook weer meer ga trainen, dan zal ik ook wel sowieso wel weer wat gewicht verliezen. Dus vandaar, ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar... hoe ziet het voedingspatroon van iemand eruit? Eerder naar welk gewicht en welk vetpercentage heeft die atleet? Want uiteindelijk op het einde van de rit is het belangrijkste dat de energievoorziening dat voldoende is voor de trainingen die worden gedaan, zodanig dat je daar kunt van herstellen. En dan zal het lichaam denk ik automatisch wel op een gewicht of percentage komen dat voor die persoon optimaal is om te presteren. Maar, en voor jou, want het begint eigenlijk het verhaal van ik heb echt een liefde verlopen. Maar ondertussen blijkt ook dat het jouw tool is geweest om af te vallen. Want je had diverse diëten geprobeerd zonder echt succes. Toen vond je hardlopen uit. Was je dan aan het rennen voor calorieën bijvoorbeeld in het begin? Of ik ben ooit wel begonnen met hardlopen omdat ik dacht ik moet wat gaan doen aan mijn conditie. En dat was voor mij wel heel belangrijk. En ik denk dat die combinatie is inderdaad wel... ik wil ook niet zeggen dat je niet zou moeten gaan sporten als je wil afvallen. Natuurlijk is dat een hele goede tool, denk ik, om dat doel te bereiken. Om ook gewoon gezond te worden. Ik denk ook dat iedereen zou moeten sporten. Of je nou wil afvallen of niet. Mm-hmm. En in mijn geval, ik sportte eigenlijk niet. Dus ik was gewoon eigenlijk ook heel ongezond. Het feit dat ik te zwaar was, had natuurlijk ook wel een reden. Ik at heel ongezond. Ik zou je besparen met mijn weekschema. Het was echt heel, heel dramatisch. Dus ik denk ook dat ik wel meer tot een inzicht was gekomen van het kan op deze manier niet langer en ik wil dit niet. Ik voel me niet fit. Ik voel me niet gezond. En ik denk dat in het begin heb ik hardlopen ingezet. Omdat ik dacht, ik ga dit doen. Ik ben echt super lui. Maar ik heb helemaal geen zin om hard te gaan lopen. Want weet je, als je te zwaar bent. En het is ook allemaal natuurlijk nog een beetje zwaarder. Omdat je al te zwaar bent. In het begin was het helemaal niet heel erg leuk. Maar ik denk juist omdat ik op een gegeven moment inderdaad zag dat ik viel af. Dus inderdaad ook, hè, wat Louise zegt. Je krijgt complimentjes hoe je eruit ziet. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat in het begin de liefde voor lopen nog niet vanuit mijn hart kwam, maar meer omdat ik dacht van dit weet je wel, dit is goed voor me, dit werkt, weet je wel, ik ga mijn doel halen. Okay. Ik ga gezond worden. En ik denk dat voor mij misschien het geluk erin zit dat in de tijd dat ik hiermee begon, social media en zo, dat was ook nog veel minder, weet je. Dat is way nu 8 jaar geleden. Ja. Maar dat is wel zo. Ik werd wel minder blootgesteld aan die bepaalde prestatiedruk die we nu toch wel echt heel erg voelen, gewoon hier in de maatschappij. En overal word je blootgesteld aan dat het altijd beter kan en nog meer en nog sneller. Mm-hmm. En inderdaad, wat ik net al aangaf, dat ik nu bij Runners World werk en daar wel eens over na heb gedacht van maar pas ik dan wel in dat plaatje? Maar ik denk wel dat nu, ik ben 29, dat je wel op een gegeven moment ook wel gaat nadenken. En gelukkig een soort van je volwassen brein ontwikkelt ook. Dat je wel gaat nadenken van wacht even. Weet je wel, stop. Het is wel dit nou goed. Wel zo realistisch? Ja, klopt dit wel, weet je wel. En ik denk dat juist de jeugd ook, 18 jaar, dat is ook echt wel een leeftijd waarbij je
best wel beïnvloedbaar bent nog, volgens mij. Maar we hebben bijvoorbeeld ook collega's die en ook mensen om me heen die juist moeite hebben om aan te komen. En dat zijn net zo goed die lopers. Dus dat is dan een eetprobleem meer als het lukt me niet. Gewoon, ik wil niet zo slank zijn, maar door mijn sport, door mijn passie, word ik eigenlijk gewoon zo'n lichaam. En dat is ook wel een struggle waar ik me echt van kan voorstellen. Daar ben je echt bijna 24/7 mee bezig. Want je moet jezelf eigenlijk dwingen om te gaan eten, omdat je weet dat het goed voor je is. Maar het is super tegenstrijdig, want ondertussen loop je weer even 17 kilometer. Nou, dan heb je 3 keer zoveel verbrand als je net had moeten eten. Nou, stel je slaat een keer een dagje over, het lukt even niet om zoveel te eten. Heb je een rot gevoel? Nou ja, ga je maar gewoon even lopen om je even goed te voelen. Lijkt me ook zo'n lastige cirkel. Dus niet alleen de mensen die willen afvallen, maar ook de mensen die willen aankomen, is het best wel een pittige sport. Dus ja, ik heb verhalen gehoord van mensen die zich een soort foie gras gans voelden. Zeg dat maar eens 3 keer snel. Omdat ze gewoon constant bezig waren met voeden, vullen. Om maar niet te slank te worden. Dus dat is ook wel weer een beetje een keerzijde van het afvalverhaal. En we willen natuurlijk niet te veel thema's aansnijden. Maar laten we ook vooral die groep niet vergeten. Dat daar ook absoluut veel uitdaging in zit. Ja, absoluut. En vandaar opnieuw, ik denk dat het te gevaarlijk is om af te gaan op iemands gewicht of hoe iemand eruit ziet. Want dat zegt te weinig over de gezondheid van de persoon. Ja, ben jij daarvan geschrokken ook? Wat het voor invloed had op je gezondheid op een gegeven moment? Alleen ik denk op dat moment besefte ik dat ook nog niet zo goed. Het is eigenlijk nu pas de laatste weken dat eigenlijk... Het is vrij confronterend dat het nu pas binnenkomt. Ik merk bijvoorbeeld dat mijn haar opnieuw begint te groeien. Want wat gebeurde er? Want jij ging op een gegeven moment... dat beschreef je ook in je blog, maar niet iedereen heeft hem denk ik gelezen van onze luisteraars. Dus ik ben inderdaad ook wel heel benieuwd van... misschien kan je dat even vertellen. Wat gebeurde er op een gegeven moment? Natuurlijk. Elke topsporter heeft wel wat kwaaltjes nu en dan. Maar ik had toch echt wel de laatste jaren vrij veel blessures. Dus ik had 5 maanden eigenlijk een blessure gehad, die uiteindelijk wel kunnen oplossen. Maar ondertussen zat ik er mentaal al volledig door eigenlijk. En toen was ik opnieuw beginnen opbouwen, maar nu in de paasvakantie was ik op stage in Portugal. En daar kwam ik er eigenlijk een beetje door, van het trainen weer beter te gaan. Kon ik mijn volume wat opbouwen. Maar dan kreeg ik plots enorm veel pijn. Achteraan, zo wat het sacrum, zo het heilig been eigenlijk. Dat kwam eigenlijk vrij onverwacht. Ik had het niet voelen aankomen. En toen ben ik daar opnieuw op de fiets gekropen en in het water gaan trainen. En als ik terugkwam, hebben we dan een beeld laten nemen en zat ik met een stressfractuur. Dat is ook vaak een typisch gevolg van relatief energietekort over langere perioden. Ondervoeding eigenlijk ook echt. Dus. Ja, toch wel. Dus je botdensiteit gaat dan dalen, waardoor je bot eigenlijk zwakker wordt. En dan door de repetitieve inspanning komt dan eigenlijk een ontsteking op dat bot. En daardoor stapelt dat vocht zich op. Het zorgt voor een druk, waardoor er eigenlijk een soort van breuk in je bot komt. Dus dat was enorm, enorm pijnlijk. Ik heb 2 weken echt heel veel wat pijn heftig, gehad. Joh. Ja. En denk dat toen ging ik bij mijn arts. En toen kwam het toch wel zo vrij hard binnen. Zo van, ik kon niet anders dan de gevolgen van... ook van dat eetprobleem gewoon onder de ogen zien. En dat is gewoon enorm confronterend. Ben je toen ook naar buiten gekomen met je probleem? Wel kort daarna, een aantal weken daarna, heb ik dat toen wel gedaan. Omdat het is, de impact is zo ontzettend groot. En ik begon ook rond mij zowel meer en meer patronen te herkennen die ik zelf ook had meegemaakt. En bij mij groeide zo een beetje zo... verontwaardiging zo van, hoe kan het dat wij met zoveel zijn die ermee worstelen en dat we het gevoel hebben dat we er niet over kunnen praten. Ik dacht zo van, ergens klopt dat gewoon niet. Want kende jij ook andere sporters die hiermee worstelden, maar niet hulp zochten? Of... Ja, toch wel. En zeker bij ons in België. Ik heb wel de indruk dat op internationaal niveau, dat zie ik af en toe zo wel al een keer een artikel passeren over dat onderwerp. Toch ook wel atleten die er toch wel mee beginnen naar buiten komen. Maar bij ons in België eigenlijk echt heel, heel weinig eigenlijk. En ik zag heel veel atleten en ook jonge atleten. Atleten die nog niet per se op hoog niveau bezig zijn.
En ook, ja, ook topsporters, maar ook amateursporters, zelfs niet-sporters. Het is mannen, vrouwen, het is echt ongelooflijk. Ja. Zullen we anders even met de expert bellen, kijken wat zij zegt over hoe vaak dit nou eigenlijk voorkomt? Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ik ben wel benieuwd inderdaad. Wat doet het nou eigenlijk met je lichaam, hè? Kun jij je even voorstellen, wie hebben we eigenlijk aan de lijn? Ik ben Vera Wisse, sportdiëtist. Oké. En wij hadden het eigenlijk net over dat er verschillende vormen en maten in de eetproblematiek voortkomen. Kun je wat vertellen over hoe vaak dit nou eigenlijk voorkomt? En misschien ook hoe vaak mensen zich dan ook daadwerkelijk toegeven dat ze een probleem hebben? Dat is een goede vraag. Sowieso kan eetstoornis, eetproblematiek vaker voor onder sporters dan onder niet-sporters. En in sommige sporten loopt het wel op tot naar schatting 40% wat een eetprobleem heeft. Dus dat is vrij fors. Het blijft altijd lastig, hè, om te onderzoeken van degene waarvan het bekend is. Ja, die zit in dat percentage. Maar er zijn wel aanwijzingen dat het werkelijke percentage hoger ligt. Dus dat ook een deel zich nooit meldt met een eetprobleem. Want wat maakt het nou zo moeilijk, hè, om dat dan te ontdekken bij een sporter? Of diegene een eetstoornis heeft of niet? Want inderdaad, als je bepaalde doelen nastreeft in de sport, dan kan je er bijna niet onderuit dat je er ook wel een extreem voedingsschema op na moet houden, toch? Ja, dat klopt. En er zijn een aantal kenmerken bij sporters waarom het eigenlijk moeilijker om te ontdekken is. Ten eerste is er vaak wordt het vaak als acceptabel inderdaad gezien om een bepaald uiterlijk te hebben, hè? Dus om dun te zijn. Ook zijn bepaalde lichamelijke kenmerken worden geaccepteerd. Hè? Als we kijken naar bijvoorbeeld vrouwelijke sporters, dan is het eigenlijk bijna normaal, zeker in duursporten, dat menstruatie uitblijft. Hè? Dus dingen die je normaal zou zeggen van dat is niet normaal, wordt als schrijvende sporter wel als normaal gezien. Ja, dan wordt het dus ineens wel geaccepteerd als een vrouw niet meer ongesteld wordt. Maar als je het even op de niet-topsportniveau ziet, wat zijn dan bijvoorbeeld kenmerken waardoor je kan herkennen van hier gaat misschien iets mis? Diegene is doorgeslagen in het hardlopen bijvoorbeeld? Ja, dan kijk je inderdaad naar bijvoorbeeld dwangmatig sporten. Zelfs doorgaan met sporten op het moment dat er blessures zijn. En dat sporten eigenlijk een manier wordt om met emoties om te gaan. Je ziet ook dat mensen zich afzonderen van groepen. Hè, dus bijvoorbeeld niet mee uit eten gaan of niet mee naar het terras gaan. Nou, dat zijn allemaal wel kenmerken dat er een storing is in het normale eetgedrag. En zie jij dan ook veel inderdaad recreatieve sporters die heel fris en gezond beginnen met hardlopen en ineens toch wel daar misschien in doorslaan? Kom jij die tegen? Die kom je zeker inderdaad tegen. Hè? Dat bijvoorbeeld dat er sprake is van overgewicht, mensen gaan hardlopen en dat gaat goed en mensen vallen af en dat wordt als heel knap gezien. Hè, en dat ze dat eigenlijk doortrekken tot het extreme. Ja, wat denk jij dan inderdaad dat de grootste trigger is dat iemand daar uiteindelijk in doorslaat? Komt dat dan omdat je alleen maar complimenten krijgt op het moment dat je sneller, dunner, atletischer wordt? Ja, dat is een deel van het verhaal. Maar goed, het is bekend dat sommige mensen sowieso vatbaarder zijn voor het krijgen van een eetstoornis. Maar dat de omgeving, de sociale omgeving, daar eigenlijk altijd wel een rol in speelt. Hey, stel nou, we hebben hier een aantal luisteraars. En er is iemand tussen en die twijfelt eigenlijk van, heb ik nou een eetprobleem of ben ik gewoon heel fanatiek aan het hardlopen? Waar moet diegene nou op letten om erachter te kunnen komen van, is het nog wel gezond wat ik aan het doen ben? Is dit nog wel een liefde verlopen? Of ben ik nu eigenlijk roofbouw aan het plegen? Er zijn een aantal kenmerken. Hè, als we kijken inderdaad naar wat we dan noemen anorexia athletica. Hè, waar je dat aan zou kunnen herkennen. Ten eerste een beperking van het eten, van de calorieën. Een bepaalde angst om dik te worden. Maar ook inderdaad het dwangmatige en overmatige sporten. Dat je bijna een soort van opwellingsverschijnselen krijgt op het moment dat je een keer niet kan sporten. En wat doe je dan als jij zegt van, ik heb ze allemaal. Alles wat jij net noemt heb ik, of misschien heb ik er maar één. Waar ga je dan heen? Wat is dan de eerste stap?
Kijk, in feite is het eetstoornis een mentale aandoening. Dus de eerste stap zou denk ik zijn naar een huisarts en een verwijzing naar een psycholoog vragen. En in ondersteuning met bijvoorbeeld een diëtist of sportdiëtist. Het is eigenlijk een multidisciplinaire aanpak die je dan op een traject wat je in moet gaan. Ja, maar nu hoorde ik net Louise zeggen dat ze enige schaamte voelde. Hoe komt dat volgens jou? Niet specifiek op Louise, maar over het algemeen. Waarom zit die schaamte er? Ja, wat is die taboe toch? Ja, het is een soort van taboe. Omdat het inderdaad... het is uitzicht fysiek, maar het is een mentale stoornis. En daar is sowieso in de maatschappij een soort van taboe op. Wordt wel wat beter. En tegelijkertijd is er een soort van angst om het... toe te geven dat je ziek bent. Hè? Het wordt soms door atleten echt als een soort van falen gezien. Dat ze die eetstoornis hebben. En dat maakt het heel lastig. En ook in heel veel sporten zie je ook dat coaches, trainers eigenlijk onvoldoende kennis hebben van eetstoornissen. En dat maakt het voor sporters ook moeilijk om dat dan bespreekbaar te maken. Ja, want zo'n coach ziet natuurlijk alleen maar de resultaten stijgen. Die denkt, nou, vetpercentage gaat omlaag. Diegene wordt sneller. Doel bereikt, toch? Absoluut, ja. Ja. Hey, ik heb nog een andere vraag, want Louise Carton die geeft eigenlijk aan dat zij een stressfractuur kreeg op een gegeven moment. Ja. Waar komt dat nou precies door dan? Door training, maar specifiek bij vrouwen zien we een kenmerk dat ontstaat op het moment dat er sprake is van een eetstoornis, een laag lichaamsgewicht. En dat is de female athlete triad. Dat is eigenlijk een combinatie van gewichtsafname, laag energieintake en het uitblijven van menstruatie. En we zien dat vrouwelijke hormonen zoals oestrogeen, die beschermen eigenlijk de botmassa. Hmm. Dus op het moment dat vrouwen niet meer menstrueren, zie je dat gehalte daalt en dat ze daardoor vatbaarder worden voor fracturen. Hè, dat de botmassa eigenlijk afneemt. En dat uitzicht inderdaad, zeker bij lopers, vaak in eerste instantie in stressfracturen. Kan dit ook bij de recreatieve loper gebeuren? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Wat heftig, hè? Ja, dus zeg maar, we hebben het casual over mensen die struggelen met eten en sport. Maar het is natuurlijk, nu hebben we het wel ook over echt problemen en stoornissen en zo. Dus het heeft ook best wel een lading. Het is niet zo laagdrempel of casual als het klinkt. Het is best wel heftig. Het kan grote consequenties hebben. En zeker op het moment dat er echt sprake is van een eetstoornis, zie je dat zo'n 30% daarvan ook blijvende chronische klachten kan ervaren. En dat geldt natuurlijk zowel voor topsporters als voor recreatieve sporters. Okay, en zijn er nog bepaalde manieren waardoor je, zeg maar, waardoor het makkelijker blijft om gewoon die recreatieve loper, dus bijvoorbeeld van, nou, ga nooit rennen voor extra calorieën? Of zijn er zulke soort tips? Of is dit een bizarre, domme vraag? Ja, het is gewoon een heel complexe aandoening. Waarvan je niet kan zeggen van, en wat ik zei eerder eigenlijk al aangaf, het lijkt erop alsof er ook een soort van genetische component in zit, waardoor de een vatbaarder wordt als de ander. Dus ik kan niet echt één tip geven dat ik zeg van, als je dat nou doet, dan komt het wel goed. Wat denk jij dat de rol van social media speelt, anno nu hierin? In dat er toch wel misschien een grotere prestatiedruk ligt bij de gewone recreatieve loper. En misschien ook wel het willen nastreven van het ideaalbeeld. Zie jij dat nu veranderen in de loop van de tijd? Zeker met de komst van Instagram natuurlijk. Ja, dat is een heel goed punt. Er is nog relatief weinig onderzoek naar, omdat het natuurlijk een vrij nieuw verschijnsel is. Maar in het algemeen zie je wel dat bij een eetproblematiek er zeker sprake is van een bepaalde spiegeling. Het zij aan een idool, het zij aan andere atleten. Het lijkt logisch inderdaad om aan te nemen dat social media daar zeker een rol in speelt. Omdat zelf
Want wat je op social media ziet, zeg maar, dat zijn natuurlijk de perfecte plaatjes. En het is altijd interessant om dat natuurlijk na te gaan streven. En is het dan eigenlijk zo wat Louise dan doet? Eigenlijk het vertellen en het openbaar maken van zoiets? Is dat dan een van de mooie stappen juist in de goede richting, denk je? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Nogmaals, het is altijd mooi om te zien, hè, iemand die slank is en goed presteert. Maar niemand weet wat daar precies onder schuil gaat. Dus ik vind dat zeker een hele goede en belangrijke stap. Dus als je het hebt, is het niks om voor te schamen. Vertel waar je last van hebt. Ga daarover praten met anderen. Dat is een stap. Niet per se van schrijf een blog en vertel het aan de hele wereld per se. Maar begin in ieder geval het gesprek. Ja. Want kan je hier vanaf komen? Is dit iets wat je helemaal... Kan je hiervan genezen? Ja, zeker. Dat kan met de juiste begeleiding. En in sommige gevallen van sporters, hè, zie je dat dat echt iets is wat gerelateerd is aan de sport. En dat dat na de carrière eigenlijk gewoon over is. Dat de situatie weer normaal is. Maar voor een deel, zeg maar, is het een blijvend probleem. Maar nogmaals, met de juiste begeleiding is dit wel iets wat te doorbreken is. Dat zeker. Okay. Dank je wel voor deze waardevolle input. Dank je wel. Graag gedaan. Wat zou jouw boodschap nu zijn, hè, naar buiten toe? Wat wil jij nou eigenlijk heel graag? Wat zou jij nu als idealiter willen? Ja, dat is heel, zoals zij ook zei, het is heel complex. En er zijn zoveel verschillende factoren die meespelen. De coaches, die vetmeting, de info die je krijgt. Dus het is zo moeilijk, maar als ik dan... Ja, weet je wel, ik ben zo iemand, ik ben ervan overtuigd dat je zelf vooral de kracht hebt om met dingen aan de slag te gaan. Dus ja, erover praten. Hè. Dus, en inderdaad, dat hoeft niet, je hoeft dat verhaal niet met heel de wereld te delen, maar je hebt op zijn minst één iemand nodig bij wie dat je terecht kunt en dat je gewoon alles kwijt kunt. En ik las laatst een boek en daarin zijn ze ook van, kijk, ja, schaamte verliest aan kracht als je erover praat. En dat is ook gewoon zo. Hoe meer dat je dat uitspreekt, hoe minder macht dat heeft over jou. Ja. Ik vind het echt heel fijn om je hier in dit gesprek te hebben. En ik vind het erg inspirerend dat je het op zo'n mooie manier weet te verwoorden. En er, nou, voor mijn gevoel, echt bijna makkelijk over praat. Terwijl ik kan me voorstellen dat het eerst zo'n enorme bel en lading op je schouders was. Maar als jij er zo mooi en luchtig over praat, dat ik denk dat dat echt inspireert voor anderen om er ook op een andere manier mee om te gaan. Dus... Ja, het is echt niet iets om je voor te schamen. En je laat wel zien dat je het gewoon bespreekbaar kunt maken. Ja, het is alleen dat blijft moeilijk, maar dat is gewoon een deel van het proces. En, ja. En dat is gewoon, iedereen moet door zijn of haar eigen proces. Maar we kunnen er maar zijn om elkaar daar een beetje te ondersteunen. En om te tonen van, kijk, het is oké om ermee te worstelen. En het is oké om ermee aan de slag te gaan. En ik geloof ook dat het mogelijk is om daar, ja, als je het zo wil zeggen, genezen. Of daarvan te genezen. Ik denk dat ik er altijd wel een beetje mee ga zitten. Maar ik geloof wel dat er een manier is om er beter mee om te gaan. Want hoe is nu jouw situatie en hoe ga je nu de komende tijd... Door? Ja, ik mag stilaan het lopen een beetje opbouwen, maar dat is heel, heel beperkt. Dus het gaat heel traag. Dus ja, het is mijn momenten heel confronterend wel, hoor. Dat ik soms de vraag stel van hoe is het zo ver kunnen komen, maar goed, daarmee raak ik niet vooruit. Dus ja, ik probeer me te herpakken en af en toe zijn er nog heel veel patronen die wel snel terugkomen. Zo, ik mag opnieuw lopen, dus ik voel zo weer dat verlangen naar een fit lichaam. Dus het is, ja, het blijft een zoektocht. Maar ja, ik wil het wel nog een kans geven. Ik heb ontzettend veel geleerd nu de afgelopen maanden. Dat ik wel een keer wil zien van, ja, hoe kan het ook zijn om op een gezonde manier van mijn sport te genieten. En ja, los van wat ik dan zal presteren. Gewoon, ja, ik wil er opnieuw bij zijn. Ik wil opnieuw, ja, een beetje mijn lichaam ontdekken en wat het allemaal kan. Dus, ja. De liefde weer terugvinden. Ja, absoluut. Ja. Nou, mooi. Ik volgens mij hebben we hem hiermee prachtig het cirkeltje rond. Ja, ik vind het heel mooi. Ik denk, dit is absoluut een onderwerp waar niet iedereen interesse in heeft. En ik kan me heel veel voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, dit is te zwaar. Maar voor die paar mensen die dit aanspreekt, al zijn het er maar 2, al zijn het er maar 3, al zijn het er 10.000. Ik ben blij dat we dit besproken hebben. Ja, en ik wil ook benadrukken van, ik gun iedereen die liefde verlopen. En je bent niet een loper omdat je sneller bent of dunner of dikker of atletischer of wat dan ook. Hè? Nee, als je loopt en je geniet ervan, ja, toch? Dan mag je jezelf een loper noemen. Ja, hè? Ja, absoluut. Nou, dat vind ik een mooie. Ja. Het zit in je hart, toch? Ja. Ja, mooi. Ja, eens. Leuk. Ja. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Ja. En dan zien we jullie graag volgende keer weer terug. Dankjewel.